Vanita Ramnath, inleider tijdens de 12e jaarlijkse Sangeet Kirat, heeft gisteren een presentatie gehouden over de ontwikkeling van de Baitagana muziek in Suriname van 1873 tot heden. Ramnath heeft hier onderzoek naar gedaan met als kernvraag: is er anno 2017 nog wel sprake van de originele Baitagana muziek uit 1873? De lezing vond plaats in het kader van een lezingenreeks en de 12e jaarlijkse Sangeet Kirat, de feestelijke herdenking van de immigratie van de Nationale Stichting Hindustaanse Immigratie, NSHI. Het is op 5 juni, precies 144 jaar geleden, dat de eerste Brits-Indische contractarbeiders voet aan wal zetten in Suriname. Vandaar dat er verschillende activiteiten worden gehouden om deze dag te gedenken. Ramnath heeft de ontwikkeling van de teksten, de muziekstructuur en instrumenten van de Baitagana-muziek bestudeerd. Zij geeft aan dat de muziekstijl bijna is doodgebloed in de 20e eeuw. Ik heb 5 fasen geconstateerd in de ontwikkeling van de Baitagana vanaf 1873 tot heden. In de eerste fase ging het voornamelijk uit teksten die meegenomen waren uit het moederland. Liederen over de immigratie, dat werd de tweede fase. En dan hadden we in de derde fase traden er al muzikale veranderingen. Dus die tekst bleef wel, maar de muziek veranderde. In de vierde fase ging die tekst en de muziek veranderen, want zangers schreven ook hun eigen teksten door gebrek aan literatuur. Maar ook woorden uit andere talen werden opgenomen om een groter publiek te bereiken. En een vijfde fase, dat is nog niet heel erg goed op gang gekomen, maar daar neemt Bollywood over. En dan gaat u even uw wenkbrauwen fronsen van: is dat echt zo? Maar ik ga u straks laten zien dat dat echt zo is. Gisteren een presentatie gehouden over de ontwikkeling van de Baitagana muziek in Suriname van 1873 tot heden. Historicus Maurits Hassankan zal op maandag 5 juni een lezing houden over de betekenis van 5 juni 1873 en het einde van de contractarbeid.